De eerste spreker van vandaag is Herman van der Kooi. Hij werkt aan de Universiteit Twente als biomechanica. Tenminste, hoogleraar biomechanica. En hij kan ons wat meer vertellen over hoe zij daar onderzoek doen naar lopen. Dus ik zou zeggen, Herman, kom op het podium. Kan je om te beginnen jezelf even voorstellen? Ja, ik ben dus Herman van der Kooi. Ik woon in Utrecht. Ik werk in Twente en ook één dag in Delft. Ik heb hier ooit wel gestudeerd ook en ook gepromoveerd. En toen heb ik ook wel gezeten waar de Unie zit. Dus wel bijzonder om nu een ander perspectief te hebben. Nou, ik ben heel benieuwd wat je te vertellen hebt. Succes! Oké. Ja, ik werk dus bij de vakgroep of departement biomedische werktuigkunde, maar ik ben hoogleraar biomechatronica en revalidatietechnologie. Dit is de slide van de titel van mijn oratie, Mens en robot in beweging, ongeveer 11 jaar geleden. En feitelijk is deze titel nog steeds wel van toepassing op wat ik doe. Mens en robot zijn natuurlijk beide allebei in beweging, moeten dus eigenlijk dezelfde problemen oplossen om in beweging te zijn. En voor beide geldt dat bewegen eigenlijk een kwestie is van continu aanpassen aan de omgeving, taken, leren dus en ook het optimaliseren van die beweging. En zeker in mijn vakgebied proberen we ook robots te gebruiken, zeg maar, om mensen die wat minder goed kunnen bewegen, weer beter te laten bewegen. En daarnaast is het zo dat als je een robot bouwt, in dit geval bijvoorbeeld die misschien iets soortgelijks doet als het mens, dat zo'n robot dan ook een soort model is van allerlei ideeën die je hebt over hoe mensen lopen en bijvoorbeeld balansen handhaven. Dus het is ook een manier om bepaalde ideeën te testen over hoe mensen lopen en bewegingen coördineren. En dat is eigenlijk ook al een vrij oud idee, want hier ziet u een citaat van een Italiaanse filosoof. Die zei, ik kan alleen dingen begrijpen als ik ze kan bouwen. Dus als je het echt niet na kan bootsen, niet na kan doen, dan begrijp je het eigenlijk nog niet echt goed. En ik kan u nu al vast verklappen dat we nog niet in staat zijn om zeg maar robots te bouwen die hetzelfde kunnen wat de meeste van jullie hier kunnen. Dus we zijn nog niet uitgeleerd. Dit is een video, dus ik ben ongeveer 20 jaar geleden dus hier gepromoveerd in 2000 op allerlei modelsimulaties. En toen wou ik ook die modelsimulaties toepassen in de vorm van robots die mensen kunnen ondersteunen. En toen begon ik heel vaak mijn presentatie met zo'n filmpje van die robots die toentertijd zeg maar gangbaar waren. Dit is een Asimo uit Japan. En toen zei ik altijd van, moet je nou eens kijken, dat ziet er toch niet uit, dat is toch niet lopen, kleine stapjes. En dan had je ook allemaal filmpjes van die robots die als een misstap maakten op een trap, dat ze achterover vielen. En toen zei ik van, we begrijpen er nog helemaal niks van. En misschien moeten die robotbouwers wel eens gewoon bij mensen te raden gaan om te begrijpen hoe je een robot bouwt die wel goed kan lopen. Maar ja, nu zijn we 20 jaar verder en misschien heeft u dit filmpje wel eens gezien op internet. Dit is een filmpje van Boston Dynamics. Ja, en hier ziet u robots dingen doen die ik zelf niet kan. Je ziet ook hoe snel de technologie vooruit gaat. Alhoewel het heel indrukwekkend is, is het wel goed om te beseffen dat alles wat u hier ziet, is voorgeprogrammeerd. Dus die mensen van dat bedrijf, die hebben hele goede modellen van die robots. En dan gaan ze alles wat tevoren simuleren en zeg maar zo voorgeprogrammeren dat het apparaat dit kan. Nog steeds wel knap, ik kan het niet. Maar als je robot iets anders tegenkomt, dan kan hij dat niet. Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor robots die bijvoorbeeld in fabrieken staan. Die kunnen heel snel allerlei dingen assembleren of in elkaar zetten. En ook schaakcomputers die winnen tegenwoordig van mensen. Maar een robot die kan vaak één ding heel goed, maar niet heel veel dingen. En dat is natuurlijk heel bijzonder want van dieren en mensen, dat we ons aanpassen op de omgeving en dingen kunnen leren. En daarin zijn mensen en dieren eigenlijk nog wel onovertroffen. Maar ik zeg wel nog, want ook nu weet u weet het wellicht, gaat het ook heel snel met kunstmatige intelligentie. Dus misschien als ik ooit met pensioen ga, dan moet ik ook hier zeggen van ja, ook hier hebben de robots de dieren overtroffen. We zullen het zien. Wat we uiteindelijk willen is dus mensen helpen met technologie, maar dat
het gaat niet zonder dat je die mens begrijpt. En dan bij ons mensen begrijpen betekent dus dat wij willen begrijpen ja, hoe mensen bewegen en waarom ze bewegen zoals ze bewegen. En dan gaat het niet alleen om je hersenen. Je zou misschien kunnen denken, al die aansturingen, al die bewegingen die ik nu maak, dat komt vanuit mijn hersenen. En die hersenen bepalen gewoon wat allemaal spieren moeten doen. Dat is maar een gedeelte van het verhaal. Want er is ook in je zenuw, in je ruggenmerg zitten ook heel veel zenuwcellen. Die ook onderdeel uitmaken van je zenuwstelsel. En die zijn ook heel erg belangrijk voor het bewegen. En ook spieren. Ja, die hebben ook bepaalde eigenschappen die het makkelijker maken om met name in een wat onvoorspelbare beweging te bewegen. Dus onze spieren zijn bijvoorbeeld, kunnen kracht leveren, maar zijn ook eigenlijk een soort veer. Dus hoe meer je een spier aanspant, hoe stijver die spier wordt. En daardoor worden ze eigenlijk een soort variabele schokdemper. Dus als je hard loopt, dan is het natuurlijk fijn dat een beetje schokken opgevangen worden. Dat is een heel verschil met robots, want de meeste robots zijn heel erg stijf. En dat is natuurlijk heel fijn als je heel snel wil bewegen, maar niet heel fijn als je zeg maar in een onbekend terrein je wilt voorbewegen. Laten we eerst eens kijken naar die spieren. Zoals ik al zei, dat zijn dus niet alleen maar bronnen van kracht leveren, maar ook ze zijn elastisch. En wat ook een interessante eigenschap is, dat heel veel spieren over meerdere gewrichten lopen. Dus als je bijvoorbeeld naar je hand zou kijken, naar die spieren, dan heb je één spier die loopt over meerdere gewrichten. En hetzelfde geldt voor je knieën en voor je schouder. En dat idee, dat noemen ze dan onderactivatie, dus dat je eigenlijk minder actuatoren hebt dan bewegingsvrijheidsgraden, kan je ook heel goed gebruiken in de ontwikkeling van de robothand. Dus dit is een filmpje van een collega van mij uit Delft. Die heeft een robothand ontwikkeld en je ziet die robot die sluit zich zeg maar rond allerlei objecten. En sommige robotbouwers die maken een hele ingewikkelde hand, maar elke vrijheidsgraad, dus elk gewricht, een apart motortje heeft. Maar deze hand heeft maar één motor. En dat komt dus doordat je eigenlijk een principe gebruikt, geïnspireerd uit de biologie, dat die hand zeg maar, zich automatisch vormt om een object. Dus je hoeft, zeg maar, de boodschap is eigenlijk om beweging te controleren. Wilt het niet per se zeggen dat je elke afzonderlijke beweging wilt controleren. Maar je kan ook een slimme actuator maken die zeg maar, zich dan om de vorm van het object sluit. Nou, ik zei het al, ook in je ruggenmerg zit heel veel intelligentie. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, als ik nou bijvoorbeeld dit zou aanraken en het zou heel erg heet zijn, heb ik heel snel dat ik mijn hand terugtrek. Dat is een soort terugtrekreflex. Of als je in de spinaise trapt, dan trek je ook heel snel je voet terug. En als ik mijn voet terugtrek, terwijl ik sta, dan moet ook mijn andere been moet zeg maar meer spanning leveren, kracht leveren. En die reflexen, dat gebeurt niet via je hersenen, dat gebeurt eigenlijk allemaal op ruggenmergniveau. En sterker nog, in heel veel dieren is aangetoond, waaronder vogels, maar ook bijvoorbeeld in allerlei vissen, is dat de zwem- of vliegbeweging eigenlijk niet komt vanuit de hersenen, maar vanuit het ruggenmerg. Dus uit de hersenen wordt eigenlijk alleen maar gezegd van, ga met je vleugels wapperen of ga met je vinnen zeg maar iets doen. Maar de details van de beweging wordt eigenlijk gecontroleerd op het niveau van het ruggenmerg. Misschien een bekend voorbeeld wat u allemaal kent, is als je het hoofd of de kop van een kip eraf hakt, dan kan die kip nog steeds een heel stuk lopen. Dat komt dus doordat die aansturingsintelligentie in je ruggenmerg zit, niet in je hersenen. Bij mensen is dat waarschijnlijk ook zo, alleen er is nog wel een beetje, nog best wel veel discussie tot op welk niveau dat is. Want ja, zulke experimenten als die ik net beschreef met dieren, kan je natuurlijk niet met mensen doen. Maar er zijn wel heel veel aanwijzingen dat ook bij mensen, zeg maar, die, dat noemen ze dan centrale patroongeneratoren, ook een belangrijke rol spelen. Nou ja, ook als je kijkt naar het bewegen is niet alleen, dat je iets moet bedenken wat je doet en de spieren activeren, maar je hebt ook heel veel zintuigen die je daarbij helpen. Bijvoorbeeld de tastzin, dat is natuurlijk allemaal wel bekend. Dus je weet wanneer je iets vastpakt, je weet wanneer je iets voelt. Ogen is natuurlijk ook heel belangrijk om de omgeving te verkennen. En ook voor je stabiliteit is het ook heel belangrijk. Ga eens met je ogen dicht op één been, dat lukt de meeste van u niet. En dan heb je nog het evenwichtsorgaan, dat is misschien wat minder bekend. Dat zit in je binnenoor. En daar zit een vloeistof. En
door die vloeistof, die blijft stilstaan als je je hoofd roteert. En dan krijg je een soort relatieve verplaatsing. En daarmee kan je eigenlijk de snelheid van je hoofd detecteren. En je hebt ook nog de ootlieten. Dat zijn een soort trilhaartjes. En bovenop dat trilhaartje zit dan iets zwaars. En als je dan je hoofd zeg maar kantelt, dan gaan die haartjes verbuigen. Dus dan is ook een manier om zeg maar, de oriëntatie van je hoofd te bepalen. Of als je heel hard versnelt, dan gaan ook die haartjes verbuigen en dat detecteer je dan ook. Dat is het evenste orgaan. En dan heb je ook nog de proprioceptie, dat is ook bij de meesten niet bekend, want dat voel je niet, dat zie je niet. Dat zijn eigenlijk spierspoeltjes, hele kleine spiertjes in je spieren. En die meten in de mate van de rek van de spier. En dan heb je ook nog de Golgi-tendon-organen in je pezen. En die meten hoeveel kracht er in de pees zit. Nou, als je bijvoorbeeld vergelijkt hoeveel zintuigen we hebben in al onze spieren, in onze huid, dan is dat echt vele malen meer dan, bij robots. Dus de meeste robots hebben helemaal niet zo'n huid waar je precies kan voelen hoeveel druk erop zit en hoeveel schuifkracht er en dergelijke op zitten. Nou, u bent waarschijnlijk niet bewust en blij dat u proprioceptie heeft. Maar ik kan u vertellen dat het echt super belangrijk is, want dit is een persoon die door een bepaalde vergiftiging al zijn proprioceptie verloor. En wat je hier ziet is dat hij alleen maar heel langzaam kan bewegen, want hij heeft geen flauw idee hoe zijn ledematen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Door al die informatie over de lengte van je spieren en de kracht in je pezen, kunnen je hersenen een soort reconstructie maken of mijn elleboog in 90 graden staat of gestrekt is. Zonder proprioceptie luk je dat niet, tenzij je naar kijkt. Maar ja, je kan natuurlijk nooit naar al je ledematen tegelijkertijd kijken. En bovendien is ook je visuele waarneming 3 of 4 keer langzamer dan je proprioceptieve waarneming. Dus daarom kan hij wel bewegen, maar alleen maar heel langzaam en heel voorzichtig. Dus de proprioceptie is heel erg belangrijk, niet alleen voor het uitvoeren van bewegen, maar ook voor het leren van nieuwe bewegingen. Want als je geen terugkoppeling krijgt van wat je doet, is het heel moeilijk om je gedrag aan te passen. Nou, de otolieten, dat zijn dus die kanalen die ik. Dat zijn dus de evenwichtsorgaan bestaat uit de kanalen met vloeistof en die otolieten met die trilhaartjes. Eigenlijk de eerste keer dat uitgevonden is dat je die ook kan stimuleren met elektriciteit, was eigenlijk op het moment dat elektriciteit werd uitgevonden. Dus dit is een foto van Alessandro Volta, van Volt, hè, de spanning. En die heeft elektriciteit uitgevonden. Het eerste wat hij deed, was kijken van, nu kan ik een spanning aanbrengen. Laat eens kijken wat er gebeurt als ik het op een spieren zet, van een kikker. Nou, dan ging die spier samentrekken. En dat is ook eigenlijk wat wij doen. Je stuurt een elektrisch signaal naar je spier en daardoor trekt hij samen. Maar wat hij ook deed, is die elektrodes in zijn oor zetten. Nou, na een paar minuten werd hij wakker. Op de grond met een hele vieze smaak in zijn mond. Maar wat had hij gedaan? Hij had eigenlijk die kanalen en otolieten geactiveerd. En wat er dan gebeurt, is dat je dan een soort activering krijgt van het evenwichtsorgaan. Dan denk je dat je valt, maar je valt niet, maar je reageert wel alsof je valt. En daarmee gooi je jezelf als het ware om. Er zijn meerdere van die kanalen en otolieten zitten in je hoofd. En als je stimuleert, dan stimuleer je ze allemaal tegelijkertijd. En dan heb je een soort dominante richting die je dan stimuleert. Dus als ik dat nu bij mij zelf zou doen, dan zou ik zeg maar zo opzij vallen. Maar als ik dan mijn hoofd buig, moet ik even kijken hoe het er weer zit. Oh ja, er zit ongeveer zo die vector. Zo zit hij. Als ik mijn hoofd buig, dan wordt zeg maar het effect van die stimulatie wordt een soort rotatie. En dat zie je dan in dit filmpje. Dus dit is dan een wetenschapper die ook hier serieus onderzoek naar doet. Die stimuleert zeg maar het evenwichtsorgaan van de student. Die loopt in Londen met zijn ogen dicht. En puur door zeg maar links of rechts te stimuleren, kan hij als het ware gewoon zijn student gewoon als een robot navigeren door deze ruimte. Probeer het niet thuis met kinderen of collega's. Want je moet wel een bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Of je eigenlijk net zoals minister Volt op de grond. Dan hebben we het nu al gehad over de actuatoren, die reflexen in het zenuwstelsel. En ook de zintuigen en ook de hersenen een hele belangrijke rol spelen bij het leren van bewegingen en het aanpassen.
Maar als je erover nadenkt, bij heel veel taken, waaronder het lopen, kan je het op heel veel manieren doen. Hè? Dat zie je in deze bekende video. Het is ook lopen, wel een hele bijzondere manier. Dus de vraag is, waarom lopen wij eigenlijk allemaal ongeveer gelijk? En dat kun je op verschillende manieren bestuderen. En wat ze hier hebben gedaan, dat is een video van een onderzoeksgroep uit Stanford. Die hebben eigenlijk een model gemaakt in de computer met allerlei spiereigenschappen. En ook die reflexen die ik eerder had beschreven op ruggenmergniveau. En toen hebben ze die computer gevraagd, ga nou die reflexen zeg maar zo tunen, want dan heb je heel veel parameters, zodat er een optimale loopbeweging ontstaat. Vind je die dan überhaupt? En probeer dan zo'n loopbeweging te vinden die het meeste energie, minste energie kost. Dat heet dan optimalisatie. Dus dan gaat je computer heel slim allerlei combinaties uitproberen, die dan uiteindelijk resulteren in wat u hier ziet. Dus het eerste, dat lukt dus niet. Maar na 50 iteraties, 50 pogingen, ziet u dat hij al een zekere mate van normaal lopen heeft gevonden. En hoe langer hij zeg maar, het probeert, hoe natuurlijker die loopbeweging eruit ziet. Het enige wat je hier vraagt aan die computer, ga lopen met een bepaalde snelheid en minimaliseer het energieverbruik. Maar ja, dan kan je die robot ook vragen van, wat gebeurt er als je misschien wat harder gaat lopen? Nou, hier 1,5 meter per seconde. En hier 1,75. En nog wat harder. En automatisch vindt die computer dan een nieuwe setting van die reflexen die dan in een loopbeweging of in een rembeweging resulteert. Dus dit laat zien dat je eigenlijk ook bij een mens helemaal je hersenen niet nodig hebt om te lopen, maar dat het allemaal eigenlijk zou kunnen op ruggenmergniveau, door die reflexen. Maar ja, dan kan je ook dingen doen van, computer, is het ook mogelijk om te lopen met bijvoorbeeld slappere spieren? Dat is natuurlijk een beetje wat Linda heeft. Linda heeft minder sterke spieren, zo bijvoorbeeld een minder sterke kuitspier. En dan zie je, als je naar die video kijkt, dat als ik loop, dan heb je gewoon afrolling. Maar als je gewoon te weinig spierkracht hebt, dan heb je geen goede afrolling en dan blijf je voeten plat op de grond staan. En dan ga je dus anders lopen. En hetzelfde geldt als je slappere kuitspieren hebt. Dus je kan ook met die computermodellen voorspellen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld minder spierkrachten hebt. Nou, dit was een video wat er gebeurt als je dan verstoringen aanbiedt. En dan valt hij dus om. Dus je hebt dan wel een loopbeweging gevonden, maar als je een klein duwtje geeft, dan valt hij om. Maar vervolgens kan je die computer weer vragen van, probeer nou ook een stabiel looppatroon te vinden, terwijl die verstoord wordt. En dan zie je ook dat hij dan een nieuwe oplossing vindt. Dus wat dit laat zien, in ieder geval theoretisch, is dat je via je ruggenmerg op allerlei manieren kan bewegen. Maar dat gewoon hoe dat ruggenmerg zeg maar, is ingesteld, die reflexen, dat hangt heel erg af van de taak, maar ook van de omgeving, wel of geen verstoringen. En dat is eigenlijk dan ook de rol van, onder andere van de hersenen, is om dat ruggenmerg zeg maar, zo te herprogrammeren dat het zich aanpast aan de omgeving en de taak. Nou ja, helaas heb je ook heel veel redenen dat het lopen minder goed gaat, bijvoorbeeld naar een hersenbloeding. Vaak dat een zijde van het lichaam gewoon uitgevallen is, verlamd. Maar dat niet alleen, vaak zijn ook gewrichten dan verstijfd of spieren kunnen zelf korter worden. Dus dat beperkt heel erg de loopbeweging. Dwarslesie, dat is ook natuurlijk een bekend voorbeeld. In het ergste geval heb je complete dwarslesie en dan kan je helemaal niet meer lopen, dan ben je rolstoelgebonden. Parkinson is ook een grote groeiende groep mensen die daar last van hebben. Ook progressieve ziekte. En die mensen kunnen hele kleine stapjes zetten. Die soms trillen ze ook, ze zijn vaak stijf. Sommige mensen hebben ook last dat als ze door een deur willen lopen, dat ze dan freezen. En dan hebben ze zo'n een externe clue nodig om weer door te lopen. Maar je hebt heel veel meer redenen dat het niet goed gaat met bewegen. Zoals amputatie, een spierziekte dus, zoals Linda heeft. En ook veroudering. Want als je ouder wordt helaas, al die proprioceptie hier even zo gaan, gaat allemaal achteruit. Alle signalen van de hersenen naar de spieren, maar ook van de zintuigen naar de hersenen, daar zit een tijdsvertraging tussen. Totaal zeg maar heen en weer 100 milliseconden van mijn kuitspier, van mijn zintuigen in mijn kuit naar mijn hersenen en weer terug is 100 milliseconden. Maar als je ouder wordt, dan kan dat oplopen tot 150 tot 200 milliseconden. En tijdsvertraging is ook niet goed om zeg maar snel en soepel te bewegen. Dat is ook wel een punt van aandacht. En er zit ook heel veel verschil tussen hoe mensen verouderen.
Nou ja, wat is dan ons onderzoek? Dus het is natuurlijk heel veel ook medisch gerelateerd, hè, wat je hier aan kan doen. En ik werk op een technische universiteit, dus wij proberen technologie te ontwikkelen die zeg maar ja, eigenlijk de behandeling dan wel gewoon de patiënt zelf ondersteunen. Dus dat beter kan. En dat kan bij de diagnose, bij de revalidatiefase, maar ook bij de vervanging van functies, protheses of de ondersteuning van functies met behulp van bijvoorbeeld exoskeletten. En ja, ik wil nu een voorbeeld geven van zo'n diagnose. Het heet een gangbadanalyse. En feitelijk hebben we dat gedaan vorige week toen Linda bij ons op bezoek was in het lab. Misschien dat Linda jij daar zelf iets over kan vertellen. Ja, dit is inderdaad hoe ik aankwam lopen in de UT. Was inderdaad vorige week. Ik heb al vaker een gangbadanalyse laten doen door fysiotherapeuten en neurologen. Maar dit was de eerste keer dat het op zo'n high-tech manier was gedaan. Normaal gesproken wordt het gewoon een videocamera op je gezet en dan wordt het na afloop heel slow motion afgespeeld. Wat we hier aan het doen zijn eigenlijk is mijn spierkracht in mijn enkel aan het testen zijn. Dit is ook een test die ik jaarlijks, je moet elk jaar bij een neuroloog weer langskomen om te testen, heb je nog steeds een spier, zit er ja nog steeds. Maar dan wordt er geacht, dan moet ik haar handen wegduwen en dan meet ze eigenlijk zelf hoeveel kracht zij voelt. Dit is meer een high-tech manier. Hier meet dus de computer hoeveel kilo ik kan duwen en trekken. En wat we heel duidelijk zagen is dat ik heb meer spierkracht om weg te duwen dan om mijn tenen naar mij toe te trekken. Dit is het andere. Dit is inderdaad de gangbeeldanalyse. Wat ze hier eigenlijk gaan doen. Ik krijg allemaal van die motion capture stipjes op mij gebracht. Weet je, motion capture. Dat is bij van die grote Hollywood films. Als ze dan een of ander fantasiewezen willen hebben, dan hebben ze een acteur in een groen pak en dan maken ze daar later een wezen van en krijgen ook van die stipjes. Dit is hetzelfde principe, maar dan, ja, ik wil zeggen minder cool, maar sorry Herman. Sorry? maar ik heb dus, zie hier allemaal van die stipjes op mij geplakt. Ook een aantal op mijn rug en op mijn heup, zeg maar op eigenlijk alle botpunten van je skelet. En dan hebben ze dus twee van die loopbanden daar, voor elke voet één loopband. En als dan de loopband aangaat, dan loop ik en dan kunnen ze dus op het scherm zien hoe ik loop. En ik ging dan in zo'n heel, zo'n soort van parachute. Hardans eigenlijk van, stel dat ik zou struikelen, dan zou ik niet helemaal van het platform af donderen. Maar dat viel mee graag. Ja, dat is een meisje met rood haar in de video. Die, is, die werkt bij ons, maar we hebben dezelfde analyse ook gedaan met haar, met Maura. Om te vergelijken en ja, ongeveer ja, allebei vrouw, ongeveer dezelfde afmetingen. Dus dat kan je gewoon een beetje vergelijken ja, hoe beide lopen. En dit is dan het resultaat. Dus hier zie je eigenlijk Maura lopen links dus, en rechts Linda. En je kan dan zien dat ja, Linda een stuk langzamer loopt. Dit was jouw maximale comfortabele loopsnelheid. Comfortabele loopsnelheid, ja. En dat geldt, dat was voor Maura. Ja, drie keer zo hoog. En hier dat zijn die bolletjes, zeg maar. Dat zijn diezelfde bolletjes als die je op de video zag. En die bolletjes worden dan gebruikt om die beweging in 3D te reconstrueren. En ja, je liep op een lopende band, maar het was wel een soort intelligente lopende band. Want onder die lopende band zitten dan twee geavanceerde weegschalen. Waarmee we de krachten ook kunnen meten. Dus die groene vector, dat zijn eigenlijk de krachten in de positie van de kracht, maar ook de richting van de kracht en natuurlijk de grootte van de kracht. En als je dan alle bewegingen meet en je weet ook alle krachten en je hebt ook een soort model, hè, dus niet alleen maar kinematisch, niet alleen maar de bewegingen, maar ook een mechanisch model van Linda, wat we ook allemaal kunnen schalen, dan kan je dus uitrekenen van hoeveel moment je levert. Dus hier zie je linker en rechter been en dan alleen de enkel, het enkel moment. En dan zie je hier het enkel moment van Linda en hier in gestippelde lijn het enkel moment van Maura. En dan zie je dat Maura gewoon veel meer enkel moment levert. Dus eigenlijk hoeveel kracht je kan zetten.
En die stippellijn hier, dat is zeg maar het maximale enkelmoment gemeten in dat andere apparaat. Dat noemen ze dan een dynamometer. Jij kon maximaal 30 newtonmeter leveren. En bij Maura was het 130. Dat komt natuurlijk door die spierziekte, omdat je gewoon heb je minder spierkracht en daardoor kan je ook minder moment leveren. Dus het is heel waarschijnlijk dat Linda gewoon niet meer moment kan leveren wat nodig is om snel te lopen. Want het is misschien vergelijkbaar met lopen op een skischoen. Dan kan je ook niet echt moment leveren. Ja, je levert wel moment, maar het is niet opgesloten in die skischoen. En dan kan je ook alleen maar gewoon met platte voeten lopen en dat gaat gewoon langzaam. Dus hier zagen we eigenlijk heel goed ook van, wat het eigenlijk het effect is van jouw beperkte spierkracht op de loopbeweging. Ik weet niet helemaal zeker of iedereen weet wat het moment is in de zaal, dus ik heb eventjes ook deze slide toegevoegd. Deels heeft het moment ook wel het draaimoment. En dat is eigenlijk hetzelfde van als je gewoon een hele schroef hebt die vast zit of die je vast wil draaien. Hoe meer moeite dat kost, hoe meer moment je moet leveren. En dat moment is eigenlijk niks anders als die kracht die je hier moet leveren, maal die momentsarm. Dus als je een schroef zeg maar moeilijk los kan krijgen, dan kan je of meer kracht leveren, maar het is eigenlijk veel slimmer om zeg maar een langere sleutel te nemen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er ook gebeurt bij in je lichaam. Dus hier zie je de spierkracht of de kracht in de Achillestendon. En dit is dan het enkel gewricht. En dit is dan zeg maar de afstand van de werklijn van die pees ten opzichte van dat gewricht. Dus het enkelmoment is niks anders dan die kracht in die pees maal die momentsarm. Alleen het punt is dat die momentsarmen in het lichaam vrij klein zijn, terwijl die momenten heel groot zijn. Dus dat betekent dat die spierkrachten in je lichaam echt gigantisch zijn. Die kunnen gewoon tijdens het lopen meer dan 10 keer je lichaamsgewicht zijn. En dat is ook de reden dat heel veel mensen sportblessures krijgen. Dan gaan ze enthousiast weer rennen. En die spieren die passen zich heel snel aan, dus die worden heel snel sterker. Maar die pezen die passen zich veel minder snel aan. En dan gaan ze dus hun pezen hier overbelasten. En dat gebeurt ook heel veel in het leger bijvoorbeeld. Moeten een soldaat 40 kilo dragen. Nou, dan heb je ook heel veel enkelmoment nodig. Maar die afstand die blijft hetzelfde. Dus die kracht wordt veel te hoog. Dan krijg je allerlei blessures. En dat zie je ook bijvoorbeeld in je rug, als je het bijvoorbeeld tilt. En dat is ook de reden dat wij en ook anderen ook exoskeletten ontwikkelen. Die eigenlijk dan bijvoorbeeld je enkel of je rug ondersteunen. Die feitelijk die kracht omlaag brengen, zodat je die belastingen gewoon minder omlaag brengt. En dat je dan minder snel blessures krijgt. Ik hoop dat ik niemand heb beledigd hier. Want ik weet niet of jullie allemaal nog een natuurkunde hebben in je pakketten gehad. Maar ik dacht toch even goed uitleggen wat het draaimoment is. En de vraag is dan van, wat kunnen wij dan als ingenieurs, en ik ben een werktuigkundige ingenieur, dus we houden van dingen bouwen, wat kunnen wij dan gaan doen? Nou, dit is een beetje het overzicht wat wij doen, dus levendatierobots bouwen, exoskeletten, protheses en ook sinds kort ook zorgrobots. En bij al die apparaten is ook hier weer de vraag, hoe stuur je ze aan? Want dan heb je wel, dat kan ik ook heel lang over vertellen, hoe je zo'n apparaat bouwt, dat is ook heel leuk. Maar als je zo'n apparaat hebt, dan heb je de vraag, wat moet het apparaat doen? Wie bepaalt dat? En dan kan het op 4 verschillende manieren, in ieder geval die ik ga uitleggen. Dus geen aansturing, dus dan heb je gewoon geen motoren nodig, dat is makkelijk. Eigenlijk ook geen robot, zou je kunnen zeggen. Of alles voorprogrammeren, alle bewegingen. Dat gebeurt eigenlijk ook bij robots in de industrie. En ook die robot die ik aan het begin introduceerde, die looprobot. Dus alles voorgeprogrammeerd. Maar het is eigenlijk veel interessanter om te kijken of we al die kennis van het spier-skeletsysteem en het zenuwstelsel kunnen vertalen in modellen. En die modellen dan gebruiken om onze apparaten aan te sturen. En wat eigenlijk nog veel mooier is als dat kan, is dat je gewoon eigenlijk het apparaat op zo'n manier aanstuurt alsof het je eigen spier is. Want ik doe allerlei dingen, ik ben aan het praten, maar al die bewegingen die ik maak, daar denk ik eigenlijk helemaal niet meer na. En dat zou ook heel mooi zijn als je ook op een soort gelijke manier als patiënt het apparaat kan aansturen. Dat is een voorbeeld van een exoskelet zonder motoren, maar hij is wel intelligent. Want er zit een veer in, een ratel en een koppeling. Ik zal zo het filmpje laten zien, maar hier zit dus een veer. Daar zit een soort kabeltje. En hier zit dus die combinatie van een ratel en een koppeling. En dit filmpje dan laat zien wat er gebeurt.
Dus je loopt. En op een gegeven moment, aan het begin van de standfase, als je neerzet, dan wordt zeg maar die veer licht op spanning gebracht en gelokt. Wordt zeg maar die kabel gewoon vastgezet. En daarmee, als je dan loopt, dan gaat die spier wordt als het ware opgespannen. En vlak voordat je afzet, wordt die energie weer vrijgegeven. En zo werkt eigenlijk ook je kuitspier. Dus je kuitspier die blijft eigenlijk ongeveer dezelfde lengte. En die houdt eigenlijk alleen maar dat die je pees op spanning brengt. En dat doet dit apparaat ook. En het mooie is dan, dit is dan het enkel moment. Het is weer datzelfde moment wat ik eerder over had. Dit is dan in de standfase, als je voet op de grond zit. En dit is de zwaaifase. Dus als je in de lucht bent, dan hoef je natuurlijk niks te doen. Heb je geen moment nodig. Maar je ziet hier dat in die standfase, dat die dan een moment opbouwt. En dat je dan tegelijkertijd, als je naar het menselijk moment kijkt, dus het moment van die spier, dat lager wordt. Dus eigenlijk neemt het exoskelet een stukje van die loopbeweging over. En je ziet hier dat die mensen ook in Nature hebben gepubliceerd, dat is het hoogste wetenschappelijke tijdschrift denkbaar. En de reden is dat ze met deze techniek het energieverbruik 7% konden reduceren. Dus in feite hadden ze evolutie als het ware nog, dat overtroffen met een vrij simpel apparaat. En dat was heel bijzonder. Maar we hebben het niet geprobeerd bij Linda, maar het zou natuurlijk interessant zijn om te kijken of dit bij Linda gaat helpen. Want als zij dit apparaat zou dragen en we zouden dat goed voor haar optimaliseren, dan kan ze dus wel meer enkel moment leveren en wel zeg maar afrollen. Dus niet met platte voeten lopen en misschien dat ze dan wel sneller kan lopen. We weten natuurlijk niet zeker, want ook bij de knieën en heupen is er minder spierkracht. Dus het is niet zo simpel, maar het is misschien wel interessant om dat een keer te onderzoeken. Als Linda dat natuurlijk wil. We hebben heel veel revalidatierobots ontwikkeld en daar ben ik mee begonnen toen met mijn onderzoek. En ik hoorde net dat een vriend van jou, Jan Vederwal, was mijn eerste promovendus, dat was heel grappig. En die heeft een looprobot ontwikkeld. En de reden was dat sommige mensen, als ze iets hebben, nou een hersenbloeding of een gedeeltelijke dwarslesie, intensieve looptherapie nodig hebben. En dat gaat soms met gewoon forse ondersteuning van fysiotherapeuten. Wat heel zwaar werk voor hen is en dat ook heel erg arbeidsintensief is. En in principe zou je dit ook kunnen laten doen door een robot, was het idee. Wat hebben we gedaan in Twente? Dus we hebben gewoon een apparaat ontwikkeld waar de mens zo actief mogelijk moet zijn. Want als je alles overneemt door de robot, dan leert de mens niks. Dus je moet alleen maar ondersteuning aanbieden wanneer dat nodig is. Je wilt ook het lopen niet al te veel beïnvloeden. Dus je moet natuurlijk wel nog dat heen en weer kunnen bewegen. Niet alles zeg maar vastzetten. Dan lijkt het op lopen, maar is het niet meer lopen. En je moet fouten maken. Dus in heel veel andere groepen, daar werd alles voorgeprogrammeerd, maar dan kon je niks fout doen. Maar als je niks fout doet, dan leer je ook niet. Dus het is heel belangrijk om fouten te maken. Dat moet je dus eigenlijk allemaal meenemen in hoe je zo'n apparaat bouwt, maar ook hoe je zo'n apparaat programmeert. Dit is de meest recente versie van dit apparaat. En die heeft op het Roesting, ik zie ook iemand van het Roesting, geïnstalleerd geweest. En ook in Nijmegen, Rabotkliniek. Dan hebben ze een randomized clinical trial gedaan en aangetoond dat die robot eigenlijk net zo effectief is als een fysiotherapeut. Dus een robot kan in ieder geval dit gedeelte doen. Maar er is veel meer natuurlijk bij fysiotherapie. Het is ook de motivatie en inspiratie. Dat kan natuurlijk een robot niet doen. Dus alleen de fysieke ondersteuning kan een robot overnemen. Je hebt ook exoskeletten van mensen die met een complete dwarslesie. En die mensen die gebruiken dat met name omdat ze minder pijn hebben. Betere darmfunctie, blaasfunctie hebben ze. Ook had hun botdichtheid vermindert minder snel. En ze hebben ook een beetje het eigen beeld. Want je zit niet continu zeg maar, vanuit de rolstoel omhoog te kijken. Ik kan mensen ook weer gelijk in de ogen aankijken. Dit is wat ze zelf zeggen. Dit is niet wat ik vind, maar wat zij zelf vinden. En wij in Twente zijn ook bezig om zo'n apparaat te ontwikkelen. Wat meer kan dan alleen maar over de vlakke ondergrond. Maar dat ook bijvoorbeeld hier een trap op kan lopen. En daar zijn we aardig goed in geslaagd. Ook samen met Roesting en met Nijmegen en ook met andere universiteiten Delft. Maar ook hier is nog steeds alles voorgeprogrammeerd. Dus we weten van tevoren zeg maar, wat voor trap we hebben en dan kunnen we gewoon die robot helemaal voorprogrammeren. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk als robot iets herkennen en dat de robot zeg maar, zijn bewegingen aanpassen. Dat is zeg maar, waar we nu mee bezig zijn, dat die wat intelligenter wordt met camerasystemen en dergelijke. Je zag ook in de video, en het geldt voor heel veel exoskeletten, dat mensen krukken nodig hebben. Maar dan ben je eigenlijk niet aan het lopen op twee benen, maar op vier benen. Dus we willen ook dat met deze mensen die volledig verlamd zijn weer kunnen lopen zonder krukken. En daar zijn we nu aardig mee op weg. Dus dit is een video, dan zie je hetzelfde exoskelet. Er wordt dan geduwd
En hij bewaart de balans. Dat kunnen we nu ook met patiënten erin. Of in ieder geval met een proefpersoon erin die zich volledig ontspant. En we hopen snel ook daar patiënten in te zetten. Nou, zoals ik al zei, de andere manier van aansturen is eigenlijk dat je niet alles voorprogrammeert, maar dat je het spier-slet-systeem simuleert, net zoals in die simulatie. En wat je dan, dat je dan doet, is dat je eigenlijk een soort kopie hebt van je spier-slet-systeem, een kopie hebt van je van de reflexen. En dat die gevoed wordt door de bewegingen die je maakt. En dan rekent hij eigenlijk de spierkrachten uit die nodig zijn om te lopen. En die stuurt hij dan naar een exoskelet. Dus dan gedraagt het exoskelet zich eigenlijk als een normaal been. En dat werkte eigenlijk verrassend goed. Want hier zie je iemand met een incomplete dwarslesie, links, zonder exoskelet. Zie je dat hij echt niet snel loopt, ook weer zonder afrolling. En hier heeft hij zo'n exoskelet aan, wat best wel zwaar is. Maar je ziet dat hij gewoon veel sneller loopt. En het is niet voorgeprogrammeerd. Dat apparaat gedraagt zich zeg maar gewoon ja, alsof het je eigen spieren zijn en je eigen ruggenmerg. Dus het is best wel een veelbelovende aanpak. En deze aanpak wordt ook gebruikt in protheses. Dit is een collega professor biomechatronica van MIT. En dat hebben ze in de prothese ingebouwd. En dat werkt ook. En er is ook een product ook op de markt gebracht. En daarmee kunnen ook mensen met een onderbeenamputatie weer lopen met zo'n intelligente enkelprothese, die eigenlijk alleen maar gebaseerd is op de simulatie van spiereigenschappen, reflexeigenschappen. Hetzelfde idee gebruiken we ook, deze prothese gebruiken we ook op een andere manier. Maar wat je dan doet, is dat je eigenlijk spieractiviteit meet in geapporteerde spieren. Die stuur je naar zo'n model toe. Dat model rekent dan uit wat die spier zou moeten doen. En dat stuur je weer door naar een prothese. En dat werkt ook verrassend goed. Dus hier zie je iemand die een prothesebeen heeft. En hij gaat zelf dit doen. Maar hij stuurt die prothese aan met zeg maar de spieren die nog aanwezig zijn in zijn stomp. En het gaat ook voor lopen gaat dat goed. Dus ook hier gedraagt die enkel of die prothese gedraagt zich eigenlijk net zoals alsof het zijn eigen enkel is. Dus hij stuurt dat apparaat direct aan. Dat kan ook met een exoskelet. Dus ja, hier zit de intelligentie eigenlijk in het lichaam zelf. Dus jij als mens, we sturen direct het apparaat aan en jij als mens kan heel goed nieuwe dingen leren en aanpassen. Dus dit is eigenlijk de meest veelbelovende aanpak, want dan maak je maximaal gebruik van de menselijke capaciteiten. Maar dat gaat natuurlijk alleen maar als je gewoon wel nog spieractiviteit ergens hebt die je kan meten. Dus bij een volledig verlamd persoon gaat het bijvoorbeeld niet. Nou, ik wil u van harte bedanken voor uw aandacht en ik hoop dat ik u een idee gegeven heeft wat wij doen. En ik ben al over mijn tijd, dus ik... Dank u voor de aandacht nogmaals. Heel erg bedankt.